Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolken over Nederland en uit die bewolking valt af en toe een spatje motregen. In de ochtend, vooral in het zuiden van het land. De rest van het land overheerst ook de bewolking en heel sporadisch weet de zon misschien een gaatje te vinden. Vanmiddag vindt de zon ook sporadisch een gaatje, en met name in het noorden van het land kans op een spatje motregen blijft er echter ook. Een temperatuur ligt tussen de 7 en 9 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Die hebben we ook vanavond. En ook vanavond verandert er eigenlijk heel erg weinig. Met temperaturen dan rond een graad of 6. Voor morgen staat ook weer een redelijk identiek weerbeeld op het programma. Hier en daar wat opklaring. In de loop van de dag lukt dat wat makkelijker in het noordoosten van het land. Er kan nog een spatje motregen vallen. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt een graad of 9. De nacht naar um, donderdag is het behoorlijk fris. En donderdag overdag is er duidelijk wat meer ruimte voor de zon. Het blijft droog. Het wordt 8 of 9 graden. Zaterdag en vrijdag het een graad of 7. met opnieuw vrij veel wolken op de vrijdag, maar wel meest droog. Zaterdag lijkt de zon iets meer ruimte te hebben. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.